Nou Valentijn, je hebt het EK overleefd, uh, Ronald Koeman ook, want hij gaf net een persconferentie. Hoe kwam die over op jou? Ja, hij, hij kwam wel goed over uh, op mij, maar ik moet wel zeggen, ja, hij wilde mij ook doorselecteren. Maar gelukkig gaat de Telegraaf erover en niet Ronald Koeman. Maar durf jij die keuze dan te maken door de paar gewoon thuis te laten? En nu hou je hem ook weer aan het lijntje, hij heeft nooit geleverd eigenlijk uh, op die toptoernooien. Ja. Hij, wat jij nu net zegt, doet hij nou Valen net niet. Valen Valentijn, een beetje respect in je... In je vraagstelling. Hij heeft nooit geleverd. Die nou, op, wij, 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 op, op grote toernooien. Op grote toernooien van Nederland, Valentijn. Heer nou eens een keer. Uh, helaas selecteren ze niet door bij de krant. Blijkbaar <laughs> wij wel doen, wat wij wel doen. Ik had wel verwacht dat hij wel iets meer had uh, doorgeselecteerd in het Nederlands helft. Dat is uh, alleen uh, gebleven bij uh, Deroon, uh, Davy Blind en Jorginho uh, Wijnaldum. Ja, en ik had ook gedacht dat hij uh, misschien wel afscheid uh, zou nemen van uh, Stefan de Vrij en uh, Memphis de Pie. En Virgil van Dijk kon ik me nog wel indenken dat hij... Hij is ook in Liverpool geweest om hem over te halen om toch door te gaan. Want die twijfelde echt. Uh... En ook Ronald Koeman had, had zijn twijfels. Maar dat is een goed gesprek geweest. En Virgil van Dijk gaat nog twee jaar door. En dat is natuurlijk het verhaal. Je moet kijken niet naar de Nations League wedstrijden... die nu het komend seizoen gespeeld gaat worden, gaan worden. Maar vooral naar het WK in Amerika in 2026. En uh, wie er niet bij is en ook altijd een van de verdetters was... Zeg maar, was Memphis erbij. Hij heeft nog geen uh, nieuwe club gevonden. Moet hij zich zorgen maken om zijn plek bij Oranje? Nou, voor, vooralsnog niet. Hè. Koeman gaf dat ook aan. Hij heeft heel veel contact hè. en Koeman heeft de paai altijd de hand boven het hoofd gehouden, in welke situatie dan ook. Hij heeft nu geen nieuwe club. Hij is het EK heel slecht geëindigd met een blessure. Hij heeft ook op het EK niet voldaan. Hè. Wel op meer grote toernooien heeft hij uh, ja, niet geleverd wat hij zou kunnen leveren als hij helemaal fit zou zijn. En dat is eigenlijk iedere keer het verhaal. En dan vraag ik me af, ja, ben je in 2026 wel voldoende fit? En, en heb je dan nog wel het vermogen om mee te gaan in dat nieuwe Nederlands helft? Wat Koeman graag ziet, met veel intensiteit, druk naar voren. En daar is hij natuurlijk nooit de beste in geweest. Als hij helemaal fit is ja, en, en, en in vorm, dan is hij de beste aanvaller die we hebben. Alleen dat moment ja, dat, dat, uh, ligt eigenlijk uh, ver achter ons. Maar Koeman die blijft vertrouwen in hem houden. En De PAI zal dat uh, misschien en hopelijk voor Koeman en voor het Nederlands Elftal een keer terug gaan betalen. Maar vooralsnog uh, ja, zit dat er niet in. Ronald Koeman heeft gezegd dat hij met een jongere groep wilde werken na het EK. Uh, is dit een groep die het de komende jaren moet gaan doen? Nou In zijn ogen wel. Er zijn natuurlijk een aantal spelers nog niet bij. Hè. Frenkie de Jong dat is dan een wat oudere speler, maar dat gaat nog wel even duren. Maar je mag wel aannemen dat hij de WK 2026 haalt. Teunkoopmijners uh, is er nu, uh, nu ook niet bij. Uh, maar hij, hij wilde een, een wat jongere groep. En dat, dat is, begrijp ik heel goed, omdat die jongens. die hebben natuurlijk voornamelijk op de bank gezeten. Hè? Wijnaldum, uh, uh, Daily Blind. Nou, de Rome was dan geblesseerd. Dus die hadden toch geen uitzicht meer op het WK in 2026 en die jongere jongens wel, maar die zullen zich wel moeten presenteren. En een aantal heeft zich uh, laten zien. Hè. Onder andere Jedi yeah, Schouten op het uh, EK, maar Joey Veerman veel te weinig. Quinten Timber was geblesseerd. Teun Koopmeiners was geblesseerd. Maar dat soort spelers. Ja, die wilden die wel graag bij hebben om gewoon veel meer strijd te kunnen leveren op, op dat middenveld. Dat gaf hij ook aan. Er moet gewoon meer intensiteit komen. En voor Veerman is dan de verzachtende omstandigheid dat hij nog in de Nederlandse eredivisie. En dan komt hij gewoon te weinig spelers tegen die, uh, waar hij bij aan de bak moet. En dat ja, maakt hem misschien wel een beetje lui. En ja, daarom had het goed geweest als hij een transfer had gemaakt naar nou, een grote Europese competitie, is niet gebeurd. Ja, en de andere jongens uh, ja, die hebben dat wel gedaan natuurlijk. Koopmijners die bijvoorbeeld nu bij Juventus zit. Ja, uh, Gravenberg die nu een half doorbreekt bij, uh, bij Liverpool. Ja, dat zijn jongens die dan op de deur kloppen. En daarvan moet hij het uiteindelijk hebben op dat WK in 2026. Want het is heel goed dat er hiërarchie is hè, en dat Van Dijk dan uh, opnieuw de aanvoerder is. Maar je hebt wel jongens nodig uh, die ook uh, gas geven, die de energie hebben om tijdens zo'n heel lang toernooi uh, iedere dag uh, op scherp te staan. Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Bosnië zaterdag? Nou, hij zei, Koeman zei dat hij uh, het heel serieus nam, omdat je via de Nations League altijd een achterdeurtje hebt. Om als het misgaat in de WK-kwalificatie, om alsnog uh, op het WK te komen. Dus ja, je moet alles uh, met beide handen aangrijpen om op dat WK te komen. Dus je moet die Nations League serieus nemen. En Bosnië is natuurlijk een tegenstander die je in feite makkelijk moet uh, kunnen hebben. Hè, want je bent ineens halve finalist van het EK. Duitsland komt uh, een aantal dagen later naar, uh, naar Amsterdam toe. Nou, die moet je ook uh, kunnen winnen. De, de wedstrijd in uh, ik meen dat het in Frankfurt was, die verloor je nipt. Maar ja, in, in principe moet je er gewoon voor zorgen dat je deze groep wint. En dan kom je weer in de final voor. Daar heeft Nederland al twee keer eerder aan meegedaan. Eén keer onder Koeman uh, de finale gehaald, de andere keer onder Koeman. Uh, ja. Verloren om de derde en vierde plaats van Italië nadat ze werden uitgeschakeld uh, in de halve finale door Kroatië. Maar het is een geweldig toernooi omdat je in principe tegen sterke tegenstanders speelt. En dat hebben sommige spelers van het Nederlands wel nodig. Zeker die jongens die in de Eredivisie voetballen die niet iedere week uh, ja, tegen de sterkste van, uh, van, uh, van Nederland of van Europa spelen.